En over quarantainruimten, de beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt omgebouwd tot een quarantaineveldziekenhuis. Er worden cabines gebouwd voor individuen en voor kleine gezinnen die met het COVID-19-virus besmet zijn. Luitenant Satish Boudou, logistiek officier van het NCCR, benadrukt dat als mensen onverantwoordelijk en koppig zijn, zij voor een tijd in deze locatie in quarantaine gezet zullen worden. De medici gaat hier overnemen, dus wij regelen logistiek. En zoals u ziet, dan is het niet zo geriefelijk aan toe. Dus hierbij oproep aan de mensen die zich niet houden aan de COVID-19 protocollen. En die het zien als een grap. Dit is de realiteit dat men tegemoet zal moeten zien. Het is niet zo geriefelijk en men zal maar hun tijd hier moeten doorbrengen. Uh-huh. En hoeveel ruimte zijn nu al in orde gemaakt? Zo'n schatting kan ik zeggen dat we misschien 250 ruimtes hier zullen hebben. Uh-huh. En dan hebben we ruimtes voor, natuurlijk gaan we de mannen en vrouwen scheiden. We hebben ook ruimtes voor misschien vrouw en kind, gezinnen. En dan moeten ze het maar hier doen. Satish Boudou, logistiek officier bij NCCR. Op de COVID-19 persconferentie heeft NCCR-coördinator Jerry Slijngaard aangegeven dat de KKF geen vakantiebestemming is. Mensen zullen de handen uit de mouwen moeten steken en voor zichzelf zorgen, benadrukt Slijngaard. Wij als overheid zullen ervoor zorgen dat u hoogstwaarschijnlijk in het begin voorzien zal worden van het minimale. En daarmee bedoel ik, wanneer het gaat om toiletpapier, et cetera, zult u dat krijgen. Maar wij doen een beroep op u en de familie en uw familie dat u zichzelf ook voorziet van zaken als toiletpapier en maandverband. En als er baby's zijn, dat u dus ook babyvoeding en papfles, et cetera, doet. En we zijn dus natuurlijk ook wel op het punt waarop we zeggen van, hey, luister, dit kan zo niet doorgaan. We hebben een heleboel mensen die zelf de handen uit de mouw moeten steken. En we hopen dus het moet niet lijken alsof we dus niet de mensen willen verzorgen, maar we kunnen zo niet blijven doorgaan. Jerry Slijngaard van het NCCR, hij zegt dat de hal van KKF wordt omgebouwd tot een externe quarantaineplek voor positief geteste personen die geen symptomen vertonen.